Deze mooie zonnige dag wil ik jullie even meenemen naar binnen. Om jullie even wat te laten zien en te vertellen over een nieuw model. Topcraft. Topcraft is bekend van de tenders, de sloepen. Vroeger de consoleboten. Daar komt straks even wat op terug. Dan heb je namelijk het nieuwe model. Topcraft 627 tender. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat is niet zo heel bijzonder. Maar in dit geval hangt de buitenboordmotor er weer eens achter in plaats van dat hij erin zit bij een tendersloep. En dan wordt het opeens een hele sportieve boot. Mijn naam is Jan Kees Korteland en je kijkt naar Jan Korteland Watersport. Vraag je dan dus misschien af, wat betekent de positie van de buitenboordmotor voor de sportiviteit van de boot? Nou, dat is iets wat ik je straks even verder in detail uit ga leggen. Maar eerst gaan we even aan boord kijken. Als we hier achterin kijken, zien we meteen al een heel groot zonnedek. En vooral een hele lage in- en uitstap. Dat komt omdat er natuurlijk geen bun nodig is voor de buitenboordmotor. Dat maakt het zonnedek enorm groot. En heel veel opbergruimte daaronder. Fantastisch. We stappen er even in. Aan boord valt dus meteen die enorme ruimte op, zodat de buitenboordmotor dit keer niet in een bun hoeft te zitten. Dan heb je een hele lange binnenruimte. Er zijn boten van 7 meter of meer die minder binnenruimte hebben dan deze boot. De console mooi in het midden geplaatst. En een hele leuke eigenschap vind ik zelf. De bank, een hele lekkere comfortabele positie om te zitten. Maar daar komt hij. De rugleuning. Die kunnen we omdraaien. En dan heb je opeens een fantastisch groot zonnedek. En dan denk je, ja, dan kan ik alleen niet meer varen. Er is rekening gehouden door hier twee mooie inkepingen te doen, waardoor je kan leunen. Waardoor je dus zo vaart. Ben ik zelf ook wel een voorstander van, want staand varen, dan is je stuur al snel je handvat. En nu kun je gewoon ontspannen zitten, terwijl je toch hoog kan zitten, veel overzicht hebt. En dus dat enorme zonnedek wat ik hier bedoel. En binnen een draai is die zo. Weer terug. Naar voren in een mooi rond zit. Wat om te toveren is dat zonnedek. Kijk, de beer zit er ook prima bij. Cabrio kap kan uiteraard het middengedeelte in uitgeritst worden. Maar ook extra kan dit er helemaal uitgeritst worden, waardoor er eigenlijk een soort bimini top overblijft. Wat ook weer het heel mooi en sportief maakt. Zodat je wel uit de zon kan zitten, maar ook lekker in de wind. Makkelijke in- en uitstap. Bekerhouders. Plek voor je telefoon. Dit is ook een hele leuke eigenschap. Deze ruimte is geïsoleerd extra. Dus als je hier ijs in gooit, heb je een prachtige koelbox. Maar goed, nu willen jullie weten waarom ik vind dat deze boot zo goed vaart. En dat ga ik jullie eens even bij de romp in detail laten zien. Nou, wat details. Als mijn rechterhand, als dat de boot is, alleen de hand natuurlijk. En die wordt door een propeller aangedreven, dan wordt die aan de achterkant voortgeduwd. Dat betekent dat eigenlijk de plek van de propeller het middelpunt van de boot is waar de boot op beweegt, gescharnierd eigenlijk. En op het moment dat je dus met een snelvarende boot een bocht draait, is die propeller, in ieder geval de aandrijving, degene die slinger maakt. De neus blijft staan aan de achterkant gaat draaien. Dus de positie van die buitenboordmotor is ontzettend belangrijk voor de balans van de boot. Wat gebeurt er nu met een tendersloep waar de buitenboordmotor in de bun zit? Dan zit de motor dus wat verder naar voren. Eigenlijk zit er wat meer boot omheen gebouwd. Dat maakt dat die op een ingaande beweging wat gedempt wordt. Is op zich niet erg, maar je bent wat sportief. Ik heb tijd kwijt dat de boot eigenlijk vlak blijft. Helemaal niks mis mee. Het vaart heel erg goed. Het is wel
belangrijk dat het design op orde is, zodat aan de achterkant er veel meer drijfvermogen zit. Voorbij de buitenboordmotor, dus voorbij het scharnierpunt, kan de achterkant omhoog gedrukt worden. Ik ga geen namen noemen, maar ik ken heel veel botermerken die echt letterlijk zo varen. Dat komt door het drijfvermogen van die bun aan de achterkant. Want bij een snelvarende boot heb je een diepe V en een wat scherpere punt nodig om de boot over het water te kunnen laten glijden. Heb je dus een snelvarende tendersloep, moet je een aantal trucjes uithalen om die voorkant drijvend te houden, om de boot dus niet zo te laten varen. Dat heeft Topcraft en Oudhuizen hartstikke goed voor elkaar. Nu zijn ik in één keer te denken om misschien een keer een volgende video ook eens over de vaareigenschappen van die tendersloepen en het design te vertellen. Maar ik ga even terug naar de Topcraft 627. Doordat die buitenboordmotor er dus achter zit, heb je dus eigenlijk de traditionele speedboot te pakken. En daar heeft Topcraft een sloepen tenderjasje omheen gedaan. Topcraft is ooit begonnen met het bouwen van consoleboten, dus die kennis is daar zeker aanwezig om er iets van te maken. Ik ga je even de romp laten zien. Wat we dus nu hebben kunnen doen is een volledig snelvarende, bijna speedbootromp creëren met daaroverheen eigenlijk een tenderjas, noem ik het maar even. En de romp is daardoor mooi lekker diep, een diepe V. De sprayrails, deze dingen, zijn groot, dus de boot geeft veel lift en kan mooi over het water heen glijden. Maar met de diepe kiel door de golf heen snijden. En de V loopt diep tot aan de achterkant door. Dus dat maakt de boot heel stabiel, heel koersvast. En echt wel snel. Dan mag er ook nog eens 115 pk achter. Nou, in de meeste tendersloepen zie je natuurlijk aan het formaat van de bun vast. Waardoor je een 6,5 meter boot misschien 70 pk kwijt kan. Hier ga je bijna richting het dubbele, omdat die motor natuurlijk niet verstopt hoeft te worden. Ik vind buitenboordmotoren ontzettend mooi, dus die mogen best wel gezien worden. Dus hang er een mooie Yamaha, Mercury of Tohatsu achter. En je hebt echt een zeer sportieve, hele mooie, comfortabele en ruime tender. Dat is de Topcraft 627. De plaatsing van de buitenboordmotor achter de boot, althans op de traditionele plek, maakt de boot daardoor heel speels. De aandrijving zit op de plek waar het hoort te zitten. En komt daardoor enorm tot zijn recht. Het maakt een hele speelse en sportieve boot. Wendbaar, gaat makkelijk over de golven, maakt makkelijk snelheid. Dus je hebt echt een speedboot in een tendervorm. Misschien moeten we dit wel een varende wolf in schaapskleren gaan noemen. Ik vind het mooi. Bedankt voor het kijken.